Hallo allemaal, het is maandagavond en dat betekent natuurlijk dat we weer een e-workshop voor jullie in petto hebben. Een Niltok Live e-workshop. En vanavond een hele leuke, want dit weekend is het weer wel een beetje omgeslagen. Hè? Afgelopen zaterdag was het nog heel erg warm en heerlijk zonnig weer. En zondag was het plotseling herfst. En zoals het ernaar uitziet, blijft het nu nog wel eventjes herfst, hoewel af en toe wel met een zonnetje tussendoor. En dus denken we bij onszelf, laten we ons lekker een sweater aantrekken of lekker een ochtendjas en lekker op de bank kruipen met een kopje thee of koffie. En dat is een beetje het gevoel van de e-workshop van vanavond. Ik heb natuurlijk ook voor jullie de winnaresse van de challenge van twee weken geleden, Beer Blush Babe. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. En we hebben natuurlijk een geweldig weekend achter de rug. Daarover straks meer. Wij gaan beginnen. Ja, wat was het een ontzettend leuk weekend? We hadden natuurlijk afgelopen weekend kortingsweekend. In Soesterberg, Weert, Kaatsheuvel. Ook bij onze distributeurs en online. En wat was het ontzettend leuk en druk. En wat was het leuk om met jullie allemaal gezellig te kletsen. Het was echt nou weer eentje voor in de boeken. Op zaterdag was het heel warm, op zondag was het een beetje regenachtig, maar op alle dagen was het een en al magnetic en nagelplezier. Ik heb met heel veel mensen mogen praten. Sriza stond heerlijk aan de demo-tafel, heeft heel veel dingen kunnen laten zien. Aletta die was ook aan het werk in de, in de uh, shop aan de grote tafel. Heel veel mensen hebben hun vragen kunnen stellen. En natuurlijk, in Weert en in uh, Kaatsheuvel was het net zo succesvol en net zo gezellig. En daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. Het was echt super fijn jullie allemaal te zien. Er zijn ook heel veel karren met bestellingen vandaag de deur uitgegaan. Maar vergeet niet dat je tot vanavond 12 uur nog steeds je bestelling kunt plaatsen. Dus stel je voor, je bent het vergeten. Of je bent iets vergeten. Of je denkt bij jezelf: nou met die 25% korting op gelpolish wil ik toch nog wat meer gelpolishes aan mijn collectie toevoegen. Dan kan dat nog tot vanavond 12 uur. Hier zie je het ook nog. Stopt vanavond 12 uur. De online kortingen, je kunt nu natuurlijk niet meer naar de winkel toe komen, maar het was vandaag in de winkel ook nog best wel druk. Dus het was echt super leuk. Ik heb er ontzettend van genoten. De nieuwe producten zijn in de goede smaak gevallen. En wij waren gisteravond allemaal voldaan en thuis. Maar er was iemand die was ook in Soesterberg en zij gaf een geweldige insta-training. En die insta-training was op zaterdag, de dus SoMe-training, en op zondag een ontzettend ja, inspiratievolle neelart art les. Met heel veel van onze vaste kijkers die daaraan deelnamen. En zij is hier natuurlijk nu ook voor de internationale shows. Dus ik zeg: Hello, Henriette. Hello, Denmark. Hi, everyone, and so nice to be back here in the studio together with Papine and Jillian. I'm very pleased and I'm looking so much forward to show the sweater looks tonight. It's gonna be fun. Yeah, there are a couple of people that, saying, uh, that are saying hello, like Karin, of course. Yay, my she sweetheart. She says, good evening, Nil Talks, and have fun, Henriette, and not te veel venden. Perhaps that's an inside joke. Maybe. <laughs> 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 um, Han says, no, vanavond, uh, uh, I'm going to skip uh, going to the gym to see Henriette. Oh. And of course, Magda is saying hello to everybody. You did a uh, taping today for the international season. How did it go, Henriette? It did very well, and we had a lot of fun in the studio lots of laughter and lots of uh, funny jokes. Yeah. Now, Ja, het was ontzettend. Uh, wat, ja, het, het, als die vier bij elkaar zijn en dan Natalia achter de schermen, achter de toetsen. Dan heb je Magda, Henriette, Deborah en Jessica. Nou, het is een dolle boel. Het was ook een dolle boel, zegt bijvoorbeeld Cora. Cora, het was, jij zegt het was erg gezellig zaterdag. Ik ben vanavond nog aan het denken wat ik ben vergeten. Nou, het was heel gezellig. En ik heb jouw mooie nagels bewonderd. Waar, waar is ze prachtig? Iris, jij zegt ik wil een bestelling plaatsen, maar ik kan mijn nieuwe e-mailadres en adres nergens veranderen. Waar kan ik dat doen? Nou, Iris, plaats gewoon een bestelling. En dan zorg ik er morgen voor. Ik maak even een screenshot dat mijn collega van de exportafdeling even contact met je opneemt voor het juiste e-mailadres. Is dat een afspraak? Nou, Bierneels, Brenda, die is ook aan het bijkomen. En een lekker weekendje. Uh, van een leuk weekend en vanavond natuurlijk talk, Neil talk live. Nou, zo zien jullie al. Ik heb mijn telefoon bij me, dus schroom niet al je vragen door te zetten. Vergeet niet, je kunt nog tot twaalf uur vanavond shoppen. En dat is natuurlijk met kortingen. Maar laten we nu voor het eerste design gaan naar Henriette. Zo direct heb ik ook nog de winnaars van de challenge van twee weken geleden van Louwelle en Sylvana, blush, Blushbeep. Maar nu eerst even Henriette. Sweater weather. That's quite a big topic, een groot onderwerp. How are you going to delight us this evening? Yeah, you know when your grandmother is sitting in the couch and knitting, it's uh, they are making some very cool pattern in your sweater. And those pattern is also possible to get in your nail design and it's pretty awesome for the autumn and winter season and I really like it in a combination of a set of nails so your customers will like it. Oké, okay, dus als jouw oma lekker aan het breien is. Nou, dat is een beetje de inspiratie hiervan. Het is een tijdje heel populair geweest, eigenlijk niet echt aangeslagen. Maar Henriette, she has her take with it. Henriette breidt er haar eigen verhaaltje van. Dus laten we lekker gaan kijken voor de first design. Yeah, and I just want to say there is so many ways to do this design. I just want to show you how I do it. Uh, I think it's the easiest way. But Till the start, I want to show you a very cool design using the new foil glitter. And I just want to show you here is the glitter package, and I will use one of them. You can use whatever color you want, but I really like this one. So I have prepared a tip. Just a basic. You, if you have a nail customer, you will just uh, prepare the nails, the extend the nails, and then buff it, very nice and smoothly. And then you put on a base of uh, or a layer of base and top. Oké. Okay. Zo, so, als je op een klant gaat werken, dan maak je gewoon een nagel, die buff je gewoon glad en je brengt een laagje aan base en top. Zo, so, base en top. Base and, and top. And then you cure it. Ja, yeah, ik cure het voor 30 seconden. En het is omdat ik denk dat 30 seconden je een betere uh, um, sticky geven. So Zodat de foil in de into kan nail. Ja, dus je haart hem even 30 seconden uit. Ik ga to translate sometimes. Ja, yeah, dat is oké. Okay. Je haart die top 30 seconden uit, want dan heb je een prettigere plaklaag. Maar dan, met folie. Ja. Dus ik open de foil. En ik it out uit de jar like this. And I will just take a look to see where I find some cool designs in it. And I really love this plate here. So I will just take it out like this. Yeah. So I just have this piece. So, yeah, so you choose a part. Yeah. And then I take it and put it into the nail. And then I do like this. And it doesn't look that cool. No. No. Well. Oh, and I will just, sh yeah, like this. Now I just take my finger, and it's very important that you use a finger with a glove. And then now you will see the magic. Are you ready? Yeah. Huh? Now you get the shiny part. Uh huh? Hmm. <laughs> so? Okay. In Dutch. Dus als je nou die folie kiest, dan leg je hem dus op die plaklaag van die 30 seconden uitgehaarde bezend top, dan leg je hem op en dan is hij een beetje krakkelee. En dan ga je dus met je vinger en je handschoen daar overheen en dan wordt hij plotseling net als chroom, hoogglanzend. Nou, dat is cool. Ik wist yeah. ook niet dat dat kon. I didn't know that you could do that. I would think it would break. Yeah, but it doesn't. It just sticks to the nail, and it's pretty cool. You know, also when you do it with the uh, unicorn pigments, when you do like this, it's getting hard in your um, uh, warm in your hands. It's almost like the same you do here. You just heat it a little bit up, and then you will have it like this. You can keep it as um, shiny, but I really like it in matte. So I will just put over a matte top coat. And of course, we have to shake it before <laughs> we use it. Well, s uh, uh, in the comments, Lydie says, um, Wow, that's so cool. Wendy, Robert says, Never knew that could happen. Han says, What? Uh, um, uh, cool. Uh, <laughs> it's easy peasy lemon squeezy. Yes. Uh, oh my <laughs> God. Geweldig. <laughs> so everybody's like, like me. Oh, Priscilla says, I, ha I ordered the foils, so I'm going to try this. Uh, I, 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 I want this. Yeah. And it's pretty easy. Uh, you just need to be sure if you do <laughs> it on a customer's nail, you just, uh, if I can show it here on the nail, here in the free edge, Yeah. you really need to buff it before you put on top coat. Because like, air uh, huh? like, like, like air, air nails. Huh? Like air nails. Because otherwise it will tip. De okay. topcoat tip. Dus je moet wel even, als je dit doet, even met een, een white blokje de rand, de vrije rand, buffen. En dan blijft de topcoat goed zitten. Adder, anders gaat het chippen. Uh, Elvira zegt: Please, can you borrow me your finger, Henriette? <laughs> um, no, and this is uh, from the course. I didn't have a glove on me. And I needed to. Uh, grab, uh, uh, you know. Ja, Robert. Ja, en de uh, enige vinger die ik had was Elvira's hand. En ik just gewoon <laughs> haar vinger and en it op de nail Ja, yeah, dat is. Oké, okay, dus, dus tijdens de les deed Henriette dit blijkbaar ook. Maar ze had geen handschoenen aan, dus ze moest even de vinger van Elvira lenen om het er even in te poetsen. <laughs> nou ja, zo help je. Nummer één, word je nooit alleen. Ja, dus nu is het tijd om on matte topcoat te And now you will see some magic when I have cured it. This is a question from Machi. You can also do this to mimic a chrome nail. Yeah, you can. I, it's it's like a chrome. Yeah, I always turn also a customer's nail from top upside down upside down because then I'm sure that the gel uh, the top coat will stay in place where I want it to be. Yeah. So now we just need to have it cured, and then I will show you how it looks now. Well, I'm already. Ik ben gewoon al helemaal. Ik heb de buiten al binnen vanavond. I used to work a lot with foils, and I never did this. I always had a little crunchy effect. Maar dit is toch geweldig. Dan heb je gewoon full cover nagels. Nou, ik zie het al helemaal voor me, en dat daar. Nou, ik ben echt helemaal. I'm stunned. <laughs> uh, Cerise zegt... Hi, hi, everybody. Good luck and have fun. Pepijn en Henriette. well, we already have fun. Already My already evening fun. has been made. Um, even kijken. So, uh, everybody... Uh, yeah, everybody is just in love. It is so nice. And Suzy is also watching. En als jij nou in Soesterberg was dit weekend... Nou, dan heb je genoten van Suzie's hapjes. Want wat was het toch? We zijn van lasagne naar shepherd's pie gegaan. Naar Thaise kipballetjes een Japanse gyoza en Engelse sandwiches. Nou, ik had geen behoefte meer aan avondeten. Dankjewel Suzy. It was just amazing, hè, Henriette? I really loved it. And on Sunday we also got a little snack over in our teaching room and it was very good. yeah yeah was it the little dumpling yeah it was the yeah, dumpling the gyoza. It was oh. very very nice i had it last uh, last evening because naturally had it no steeds <coughs> karin said we had so much fun this weekend with henriette she is simply the best oh that is so sweet and stephanie says, and st we spoke about stephanie actually yeah, when we, we, did. we were talking this afternoon yeah. uh, stephanie says henriette is always thinking outside of the box we have the box and we have Henriette. Yeah. Yeah. <laughs> I totally agree with that. That is me. And we can also ask my husband because I'm out of the box. And uh, Susie said, met liefde, she did it with love. Royal Bless went to Weird and they enjoyed the reps and the hospitality of Natasha, Cindy, Deborah, and Christian in Weird. And Sylvia is saying to Susie that she will see her on the fourth. Well, OK. OK. Let's go back to you. Now, I want to show you how it looks in matte. And I really love it in matte. So let's take a look. Just look how cool oh. it is. It really like magnifies it. Yeah. It makes it, it nog meer. Yeah. And I really loved it. Yeah. Th I, I really like this way of having fun with the foil. So now it's time to do the sweater look. And we are taking our paper. Palette. And then I take some liner gel white mixed with Cerisa Swedish. Yeah. So it's liner gel white with Cerisa Swedish, the mix we know, and she's going to paint with it. Okay, so I will just start here. It's almost sad to put anything over it. Yeah, it, it is, is beautiful. It is actually, but now we are making the sweater look. Okay. So I will start and I will make a line here and a line there. Okay. Mhm. Mm and then I will I will just make it a little longer. And then I will make a line here and a line there. Oké, okay, ik zou tussendoor lekker even screenshotten af en toe als ik jullie was. And then I will make a line there and there. You can make it smaller or bigger. Now I'm just making it in this size so you can see how I do it. It's a little bit more easy. Now I take my pencil again and then I cross over. Yeah. Ja. So I connect them. Dus nu schuin diagonaal de, de linker naar de rechterzijkant verbinden. And then I do it again down here. Now it's time to make them even more thicker. So I take some more on my pencil. Okay, so we're going to make it a meer thicker, more product on the pencil. But now you have a guideline. Yeah, I have a question from Gillian. Yeah. He asks, uh, why don't you do it thicker in one time? It's just because if I didn't place it the right way, then I have the possibility to change the placement with, uh, when I make the lines bigger. Ja, dus dit is een hele handige truc. Als je nou over die eerste dunne lijntjes niet helemaal tevreden bent, dan maak je ze dus wat dikker, maar dan kun je ze natuurlijk wat corrigeren. Dus je kunt ze wat naar links brengen of naar rechts brengen, wat lager brengen of wat hoger brengen. Dus je hebt eigenlijk correctievrijheid. Dit wordt gedaan, want dat wordt gevraagd door Lakje Nagel, Linda: Which white gel are you working with? Nou, dat is de liner gel white gemengd met Syriza Sweeties White Coconut. Wordt veel gebruikt. The brush that you're using for that, Yanti is asking. Which one is it? I using blush brush. The right blush now. brush. Right now. Okay, so Janti, that is the blush pencil. Bernilla says, "I love it already with the foil." Yeah, it's it's echt Everybody loves it, but only the foil. Yeah, <laughs> it's pretty amazing. Yeah. I also made a set of nails. It's on my Instagram, uh, where I did it with a French um, um smile line. Sm French smile line, and it's pretty awesome. I really like it. Yeah, I really love it. Dus ze heeft ook een French Manicure variant gemaakt met de folie. Nou, check out, check out bedoel ik, de uh, Insta-page van Henriette. Waarschijnlijk volgen jullie die allemaal al en dan kun je die vinden. Nou, dus hetzelfde als wat links is gedaan, wordt ook aan de rechterzijde gedaan. En Iris, je hebt je bestelling geplaatst, ik ga er morgen achteraan. Ik heb al een screenshot gemaakt, dus uh, ik laat het je wel even weten als, het, als ik het heb geregeld. En Gemma zegt, she already is uh, anxious for the homework assignment... She already wants to know what it is, but we that comes uh, straks. It's gonna be cool, I promise you. But actually, when you have the guideline, it's super easy to play around with it. And now I just want to show you how you can make this. But you can you can make it more edgy, but you can also make it more roundish. So I will make one more edgy and one more roundish. Yeah, ja, so you can not it what. hoekiger maken. Deze is dus wat hoekiger, maar je kunt het ook wat ronder maken, met wat rondere vormen. Daar kies je natuurlijk in. Ik denk wel dat je consistent moet zijn, dat je in je design kiest voor een bepaald patroon, uiteraard, en dat patroon dan handhaaft. Uh, Janti zegt dat she loves your Insta-page. Uh, mm. Anja Verret says that after Saturday she's totally in love with Insta. En Iris is asking are you doing this with liner gel? Nou Iris, dit is een mengeling van liner gel wit met Serena Sweeties wit White coconut, de menging. Je weet al die menging die we vaak gebruiken. Nou, we gaan even kijken naar het design. And because I'm mixing cerise uh, Swedish with liner gel, is just because the consistency is more easy for me to work with, and it's also don't have a sticky layer, so it's nice when you are not using the top coat. Dus uh, Henriette vindt de consistentie prettiger als ze een menging maakt, en je hebt geen plakresidu. Dus als je dan straks klaar bent, hoef je niet ook nog te reinigen met en Wipe. Dan is het al gedaan. Dus vandaar de keuze consistentie en geen plaklaag. En nu wil ik je to show you if you see in the bottom, I make it more thick here. Ja. So you can make it more tight and you can make it more away from Oké, okay, dus je kunt het opener maken of juist meer gesloten. Dat is een beetje afhankelijk van wat je zelf mooi vindt. So you, it's a preference. Ja, yeah, it's totally a preference. Preference, but now I want to show you how we can make it more uh, smooth and not so edgy. So we will just take it here and make it more round. Sylvia says the background looks a bit military. Nou, nah, I can imagine what you mean. Snap wat je bedoelt. Ik moet het gewoon it around. En als je so op een klant werkt, ook gewoon die hand omdraaien. Straight here, so so en nu moet ik het gewoon meer up maken, zodat het niet zo edgy is. Dus je kunt nu zien dat dit deel meer gaat Ja. En dit deel is meer edgy. Ja, dus je ziet nu de onderkant is wat meer rond, afgerond, en de bovenkant is wat hoekiger. En as you said before, it's much more what you prefer to do and what you like, but of course I will show you. A uh, miss is asking if you can also do this with whitest white gel polish, if that's also possible. You can, and I will later on show you how you can do it. Oké, okay, dus. Because there is a little trick. Because with only gel polish, it's not possible because the consistency is too uh, uh, um thin. thin, so it will float out and it will not keep it um the volume. The volume of the design. Yeah, but I will show you how you use with the, uh, do it with the gel polish. Dus mis je kunt het ook met white as white gel polish doen, maar er is wel een trucje om dat te doen, omdat puur gel polish dat zal te veel uitlopen. Je hebt een product nodig wat wat meer volume geeft, zodat het niet te veel dus meer bij elkaar blijft. Er is dus een trucje voor dat uh, gaat Henriette ons straks laten zien. Daarmee kun je iedere Soort gel polish gebruiken. Um, Janti, jij vraagt: Maakt de verhouding ook iets uit van Liner gel en Serice Sweeties. Um, dat is heel persoonlijk. Dat moet je voor jezelf uitvinden. Ik ken mensen die houden van 30%, 70%, maar ook 50-50%. Dus je moet een beetje spelen wat jij fijn vindt. En dat is dan jouw mix. Uh, de Serice Sweeties uh, zorgt er al voor dat hij geen plaklaag meer heeft. Dus dat gaat al heel erg snel. Uh, Linda 6. That she thinks it would be cool with black lines as well. And do you know what? The, the end design, I will show you where I also do it with black. And I pretty agreed with you, it's also awesome in black. Dunja says that she wasn't able to join your workshops the last weekend. Will you be back for more workshops? Y you will be back. Henriette, come terug for the Neil Talk Live event. 18 and 19 November. But I'm sure, ik ben er zeker van dat Henriette binnenkort weer terugkomt for workshop. I'm sure you will come back to Hogwarts. Yes, I will. I definitely will. I love to be here and I love to teach, so I will of course be back. So now you can see I have just made some different variation where you can play around with it. So now it's time to make the sugar effect. Okay, just find the center. Well its not cured. No, it's, it's not wet. cured, and you cannot cure until I just—I just have something here because I needed to remove something, and it's not so pretty, papain. I just need to figure out. What I will um. give you something. I have something here. Okay. It's okay. Then I will just say, this—it is not yet hard. Dus die witte gel polish, of tenminste de liner gel wit gemengd met coconut white, ceresasuities, die is aangebracht, maar is nog niet uitgehard. Dat mag je ook niet uitharden voor het effect dat we straks gaan krijgen. Zo Direct gaan we het ook hebben over hoe je met kleuren dit kunt doen. Dat is namelijk een vraag die ook langskwam, maar dat komt zo direct. En uh, Linda van Alve, her boyfriend just said to her, oh cool, can you make that too? Well, oh. na vanavond kun je dat. Very nice. i will love to see some of these designs i'm looking so much forward to it so now it's time to do the sugar effect and there is some different opportunities i want to tell you about and i just want to show you here i have three types of uh, acrylic powder you can also do it with some colors but i normally only use uh, two colors so i have a clear here and i have reinforcing forcing powder reinforcing powder reinforcing yes. powder sorry and then i have extra white or white but the difference between these three is normally i use crystal because it doesn't change the color in the sweater look if you use the white one if uh, for example if you are having black uh, sweater look you're using liner gel black for the sweater look, and you put on white, the color will change to gray, dark gray. So, you have to be careful when you use white because it's changed the color. You can also use reinforcing powder, but I don't think it will give you the structure in the sweater look. So, therefore, I normally use crystal key, clear. Henriette gebruikt het liefst voor de sweater effect, voor het effect acrylpoeder. En dan heb je de keuze tussen clear powder... Prestige Clear Powder of Prestige White Powder. Ze dus kiest meestal Prestige Clear omdat je dan de kleur van het sweater niet verandert. Zou je namelijk het witte acrylpoeder gebruiken in bijvoorbeeld een zwarte lijn, dan wordt die lijn grijs. Dus eigenlijk het meest veelzijdige is het gebruik van de Crystal Clear Acrylic Powder. Je kunt ook Reinforcing Powder gebruiken, maar dat is fijner van de structuur, waardoor het minder lijkt op een sweater. Dus Crystal Clear Acrylic Powder is eigenlijk the way to go. Yes, it is. And now I'm gonna take my cuticle pusher. You can also use a color prop or uh, use your imagination or a teaspoon if it's better. But I always use my cuticle pusher because I always have it in the drawer. Uh, and then I take this is not cured on the nail. And then I take here all over. And it's a good idea to have it over the. Mm, the bottle, because then you can put it in again. And then I keep on going until I am satisfied and it all soaked in. And you can see it, because if you have some shiny part in your design, it's not enough. Ok, blijf het transparante acryl. sprenkelen over het oppervlakte, strooien over het oppervlakte, tot je geen glanzende delen meer ziet. Zie je wel nog stukjes glanzen, dan is dat een teken dat het nog niet voldoende acrylpoeder is. Het heeft namelijk even tijd nodig, die gel, om dat acrylpoeder te absorberen, als het ware. Dus neem maar even de tijd voor, dat is best wel wat, wat je daarvoor nodig hebt. Kun je dit ook, can you also do this with glitters? It's a question that people are asking. Ja, yeah, normally actually I use a mermaid multiglitter en het it's very pretty. En in the end, I actually want to show you a design I have made with this glitter, so you also can see how to use glitter. I will not make that design, but then you can see how I used it. Ja, dus aan het eind laat Henriette ook een design zien wat ze met de mermaid glitter heeft gemaakt. Dat gebruikt ze vaak hiervoor. Maar ook mermaid glitter is natuurlijk transparant met een glansje. Dus dat heeft hetzelfde. It's also transparent, so yeah. it doesn't change the color. Nope. The kleur blijft hetzelfde, alleen de structuur verandert. Ja. And then you need to be aware of if you have a customer, you did it, do it on, and she is going out with her nails. It will be a little edgy in the start, but at time goes and she will use her nails, it will be a little more soft uh, with time going by. Met uh, glitterpoeder of glitter is het dus wat ruwer in het begin, maar dat wordt, uh, slijt wel een beetje af. Dus dat is, wordt dan comfortabeler voor de klant. Um, Stephanie van Maurik, uh, jij vraagt of het geen kwaad kunt als je daarna nog nagels maakt met die acrylpoeder. Nee, zeker niet. Want er wordt geabsorbeerd wat je nodig hebt en de schone poeder valt gewoon terug in de pot. Kun je gewoon gebruiken, geen enkel probleem. Oké, okay, zo, so, Henriette. Yeah. I want to know what you're doing. Ja. Yeah. So now I have put on acrylic powder, and I want to show you the last part. You can see there is a lot of acrylic powder just laying around here, and that—oh, now I did a mistake that you cannot do, but you will see it. I just touched the design with my cuticle pusher. Can you see it here? Yeah. Uh, this is not good, but because now you have to start over. But I will not, of course. But now you can see what's not to do okay don't touch the design with <laughs> anything before you cure it okay <laughs> uh, uh, i think you say fanden or something like that i hear something about the f word yeah here and i cannot and i cannot say it because i promised the girls that i will not say it but it's right i really want to say it right <laughs> now <laughs> We know what you mean. Het yeah. gebeurt ons allemaal wel eens. Natuurlijk met het tikken en onder de camera wil ze dat net wat harder doen. Maar goed, natuurlijk heeft Henriette ook voorbeelden al voorbereid. En ja, wat zeg je dan als iets verkeerd gaat? Dan zeg je natuurlijk, als je, als je netjes bent opgevoed, zeg je natuurlijk: Oh, parbleu, dat ging eventjes helemaal mis. Of je zegt niks en dan hoort het gewoon zo. So now it's time to take your fluffy brush. Because you need to remove the, uh, the um, excess. Yeah, excess. So now, and if I hadn't touched it, it would not look like that, but then you know what's not to do. So yeah, it's, yeah, a good yeah, it's, idea. it's totally okay. Yeah, um, and actually, now you have a design, but I just need one more thing because I don't think it's nice enough. So when you do this kind of design, I always think it's good to have. This is not good. I'm just going to adjust the light reflection. Yeah. Because it's a little bit light, but I have to go to so I will here. Mhm. Mm is this better? Okay. Because uh -huh. it's white on white. Yeah, I know. So now I will just make a small line and we can make it on both sides. Just a very small and tiny line. Um, how long did you cure it, is a question of Yanti. I fully cured it in one and a half minute. Oké, okay, dus volledig uitharden, 1,5 minuut. And it's very important that you do it, so it's uh, correctly cured. Ja, je moet hem dus ook echt die 1,5 minuut uitharden. Omdat de massa natuurlijk steviger is geworden. Dus het heeft wat meer tijd nodig om volledig uit te harden. Ja, yeah. so now you have a line here. En ik altijd een lijn daar first en dan over daar, zodat so ik niet de do fout mistake zoals ik did deed Ja, oké. Dus de zijlijder doet Henriëtte in twee stappen. Eerst de ene zijkant en dan ook weer met het acrylpoeder. And now I put on the acrylic powder, like I did before. And you need to be sure that everything is soaked in in acrylic powder. And then I just, yeah. And now it's time to cure. Uh, wat natuurlijk met dit soort designs belangrijk is, is dat je niet heel klein gaat werken. Want als je heel klein gaat werken, dan is het in het begin natuurlijk leuk. Maar op een gegeven moment maak je het jezelf wel heel lastig. Ik heb dat ooit eens van Syriza geleerd met gecapitoneerde of Chesterfield nagels. Je hebt dan de neiging om hele kleine vakjes te maken. Maar doe je dat, dan ben je heel lang bezig. Zo so, hang it, I'm just saying that you don't have to make it super, super, super small. Because no. then it actually takes a hell of a lot of time. Yeah. And I agree with you. It takes too long time and it, and yeah, I cannot imagine if you do it too small how much time you will use on it. So, but now we have cured and now we pretend that I have made the design finished. So now I have three designs I wanna show you. <gasps> so you oh. can see here. Nee, is toch prachtig. This one is one the one we tried to make today. And here I have used as a background, black is black. And then I have put on magic shine. And then I have used a unicorn. Um, oh. Unicorn pigment. Gold? Uh, red. Yeah, red. Yes. Unicorn pigment red. And over that, I have put supreme finish. And then I have made the sweater look in black. Almost like a Christmas nail. Almost like a Christmas nail. But I love the left also. Yeah, it's also very nice. En this oh. is also made with the glitter foil kit. Oh, just angle your tips because we have to do a screenshot. Oké okay, mensen, we gaan doen jullie mee? Doe mee, ga klaar zitten, zet die vingers klaar. 3 2 1 screenshot. <laughs> I'm almost freezing. It is beautiful. I, 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 I don't know which one I like most. No, me neither. Because they are so different. But uh, yeah, I really like them in a design. Ja, Each prachtig. of them. Ja, prachtig. Yeah. Uh, jullie moeten het ook prachtig vinden. Wat, wat een geweldig. Me met die folie. En dan heb je dat effect. Nou, nah, ik vind het gewoon echt. Uh, Soraya says, she loves the black and red ones. Mm -hmm. Pernilla says, beautiful, so cool. A lot of hearts. Um, love it. Wow, love it, love it. So nice, beautiful, prachtig. Love the new foil kit. <laughs> Susie says, I want a sweater like that. <laughs> <laughs> uh, and uh, Linda says, she, I cannot screenshot because I'm casting. Well, look back and make the screenshot. Super cool. This was the first design already. Yeah, it was the first design and now we are heading over to the second design. But before we go to the second design, oh. I have to do homework. Yeah, of course, sorry. Because they people are waiting. Know. Yeah, and they need to know. And they're anxious about the homework. So, wat is jullie huiswerk deze week? Nou, maak drie setjes van vijf tips. Met deze techniek. Dus je maakt drie sets van vijf tips, dus vijftien tips in totaal, in drie variaties. En die heb je dan meteen ook klaar voor je klanten. Het is eigenlijk best een duidelijke, heldere opdracht, maar wel eentje waar je even aan moet gaan zitten. Dus drie sets van vijf tips. Dus vijftien tips in het totaal. Daar heb je twee weken de tijd voor. Dat wil zeggen tot en met 2 oktober. En stuur het dan in via de link die je kunt vinden in het album Sweather Weather. Zijn er dingetjes die je eventjes anders moet doen? Dan neemt Jessica contact met je op. En vergeet niet step-by-step -step foto's van je uh, huiswerk mee te sturen. Dus, nou, echt een superleuke super challenge. Ik, ik, en zo op tijd. De homework challenge is like totally fleek on time. Because we are going into the autumn season. So you have all your tips prepared for your clients. You thought of this. Yeah, you I have to, uh, you thought ahead. Yeah, I did so because I think it's pretty ama uh, uh, important to get the ideas before the seasons, so you are ready in the salon to make some very cool nail art designs in your salon in on your clients. So yes, I have been a little bit ahead. Yeah, just think for it. The hout. the uh, uh, hout. Henriette ook van I have a question. And I'm thinking. Um, When you have the three sets of five tips, mm -hmm. do all the five tips have to have the sweater design? No, just a combination. Ah, oké. Okay. Dus so you can make four only with uh, one color and just one with the sweater look. Oké, okay, zo. So, je maakt dus drie sets van vijf tips, maar daar hoeft, dat is een combinatie. Dus je hoeft ze niet alle vijf met de sweater uh, effect te doen. Je doet er bijvoorbeeld twee met het sweater effect en drie gewoon. Of je doet er misschien nog een stempeltje bij. Of iets anders. Maar je mag dus naar eigen inzicht creatief bezig zijn. Doe je dat, krijg je natuurlijk je e-certificaat. Maar je maakt ook kans op een hele mooie prijs. En ditmaal is dat deze prijs: alle vier de Mystical Shimmer Top Gels, White is White Topgel, en de Pied de Pool Stempelplaat. Dus echt een prachtig. Nou, daar... En een verrassing. Oh ja, nou, er komt ook nog een verrassing toegevoegd aan die prijs. Ja, het is toch wat, hè? Henriette komt naar Nederland en het is meteen gewoon in één keer, baf, een topprijs. Maar ook echt, ik beloof je, een verrassing to die for. In ieder geval, dat A is, ja? Can I just say one yes. thing? Because the prize is connected with the design I want to show you in the end I have made. Uh, and it's pretty cool. And you can make that design with the things you are going to win. Oké. Okay. Dus die prijs die zorgt ervoor dat je het laatste design, wat Henriette gaat laten zien, meteen kunt gaan maken in je salon. Nou, ook weer vooruit denken. Nou, we hebben hier te maken met iemand die niet alleen uit de doos, out of the box things, maar also way ahead things. Um, volgende week hebben we natuurlijk ook weer een e-workshop voor jullie. En dat wordt een hele spannende. Het gaat over wedstrijden, het meedoen aan wedstrijden en het Magnetic Wedstrijd Team. Daarvoor zijn niet alleen Michelle. En Aletta bij mij te gast, maar ook Cheryl. Dit wordt een hele interessante show over hoe kun jij nou jouw mindset veranderen. en jouw kwaliteiten in jouw salon en je onderneming verhogen. Kijk dus ook zeker mee. Uh, vervolgens hebben we natuurlijk nog tot 12 uur vanavond het kortingsweekend online. Dus je kunt nog tot 12 uur shoppen. Je hebt 25% korting op Gel Polish. 15% korting op het assortiment. 10% korting op Elektra. En ik vergeet zomaar 20% korting op Power Gel. Ga dus nog lekker even naar de webshop. Doe je bestelling, dan zorgen wij ervoor dat die morgen naar jou wordt verstuurd. Net als alle karren die vandaag zijn verstuurd. Want voor de schermen hebben jullie ons natuurlijk gezien. Maar vanmiddag heb ik ook een filmpje gemaakt achter de schermen. Want onze lieve collega's, mijn lieve collega's in de Pikploeg. Die zorgen er natuurlijk voor dat jullie jullie producten ontvangen. Dat was dit keer: Marvin, Sander, Tanisha. Rachel was er natuurlijk. Shania heeft meegeholpen in de pikploeg. Echt, het was, misschien vergeet ik wel iemand, maar dat spijt me dan. We zijn echt druk bezig geweest om te zorgen dat alles zo goed en zo mooi mogelijk jullie kant op komt. Met een leuk cadeautje van Magnetic daar natuurlijk bij. Dus ik ben alweer. Nou, uh, Mandy zegt luckily, I ordered Dat That's pretty lucky. <hums> Because you really need pops to make this homework. Ja, dus jij bent helemaal klaar voor het huiswerk. En Anja Ferret zegt, I have to order quickly a couple of extra color pops. But anyhow, this was my little thing for now. And now the floor is all yours. De vloer is weer aan Nu Now we are heading over to the next design. And it's going to be a little more tricky. I have prepared a tip with nail plate extender. Two layers. I have cured both two layers. Uh, you can remove sticky layer and you... It's up to you. I just like to remove layer with what we are going to do now, because it's uh, sometimes the layer will make sure that other gel polish will float a little bit. So it's not, uh, it's more difficult to control the gel polish where you want it. Oké, okay, dus twee laagjes neelplate extender en dan is de keuze aan jou of je wel of niet de plaklaag verwijdert. Henriette vindt het fijn om de plaklaag wel te verwijderen, omdat soms kan een gel polish een beetje gaan drijven op de plaklaag van een eerdere laag. Heel persoonlijk, maar als je dat dus ook niet prettig vindt, verwijder dan even de plaklaag. Yes. So now we are taking one of the new beautiful colors from Push and Pretty collection. It's classy pink and we will just take it from the bottle and we will only have the color just a little bit towards the center well, please. Thank here, you. Yeah. En we will only have the color halfway down. Oké. Okay, dus uh, halverwege wordt deze classy pink kleur uit de nieuwe Porsche Pretty collectie aangebracht. En de kleur moet ik ga even vragen aan de regie. Regie, zal ik de kleur ietsjes lichter maken weer? Oké. Okay. Henriette, I'm just going to make the color a little bit lighter again, but just continue. Ja, yeah, I will continue. Now it's pretty important. That you make the line down here straight. So you really need to look at your design and see if it's right or wrong. And we will just. So you can see here it's uneven, it's more up here than over there. So I will just bring it a little bit down. And now I hope I fixed it. Yeah, I did. So now it's time to cure. Cool. So it's half half. It's very important that it is like this because you want to have the design I'm going to make and I will show you. Ja, ik zie in de comments dat er wordt gevraagd... Samantha vraagt aan Anja, heb jij je hotel gereserveerd voor het event? Jamie, jij zit toch op een babywolk dan? Ja, Jamie is nog vier weken... Over vier weken is dat zover. Heel spannend, hè? Misschien moeten we met z'n allen duimen... Uh, ja. Oh, Henriette is alweer bezig. Ik ga verder naar de comments. Wij gaan terug naar Henriette. Sorry, I was too quick. But you see, I just needed a layer more... because I don't think it was covered enough... And then I will just remove what I just. Yeah, like this. And then I cure again. Uh, Jacqueline Berg, of Jacques Berg, is asking whether it's possible to apply a matte top coat between the nail plate extender and the color that you put on top of that, or is that not necessary? Um, I will not recommend it because the more layers you are using matte, it's getting more blurry. Uh, and not nice. So, if you want to cure the color, you I will recommend you to use base on top instead, and then put on a new color. And then, but you need to be careful because the more product you are using over a nail, the bigger and thicker the nail will be. So, less product is better. And you have cured the gel polish, so I really don't think there is. Um Mm, any idea of using a top coat before you put on the next layer of color? Oké, okay. nou yeah. ben dus voor, uh, voor, voorzichtig dat je niet te veel aanbrengt, maar ik wil gewoon weten wat er nu gaat gebeuren. I want to see what's going to happen. Ja, yeah. so now we are taking extreme mat over the whole nail, dus nu de extreme mat. ja. Yeah. En wanneer je extreem mat gebruikt, je moet er echt voor zorgen dat het goed wordt Oké, dus als je extreem mat gaat gebruiken, zorg ervoor dat die goed is geschud voor gebruik, want and anders is het matte effect niet egaal. Ja, yeah, and it's because the ingredients has to be mixed together correctly. Otherwise, you can uh, not get the right look for the mat if it's not uh, shaken uh, or um, correctly. Or you can also have it more yellow than white. I yeah. hope it makes sense. Ja. Uh, Angelique, jij vraagt, komen er nog meer kleuren metallic gel? Nou, je kunt ze onderling mengen. En je kunt ze ook met concentrate een beetje op kleur mengen. Hè. Dat onderling mengen, dat heeft Kelsey laten zien in de show van afgelopen woensdag, Shorties. heeft ze de eigen champagne kleur gemaakt. Dus kijk daar eens naar. En anders stuur mij een... een, een Your idea is with a personal message. Who knows? Can I go de slag gaan. Yeah. Now it's cured, and now we are going to make the sweater look design. But before we do that, we take a paper palette. Yeah. And then we take some classy pink because I want to do the sweater look with this color. And you, as I said before, you cannot do it. met alleen gel polish because you need some more thickness. And we will add that thickness. Dus nu komt de truc waarmee je met je kleur, met je gel polish, ook het effect kunt maken. Dat kan dus niet met de pure gel polish. Maar wel met dit trucje. Dus eerst de classy pink. Want het wordt een ton sur ton effect. Dus een kleur op kleur. En daar gaat Henriette een trucje mee doen. Dus goed opletten iedereen die dit in kleur wil doen. Yes. And the secret ingredients for this is gemstone gel. And gemstone gel is amazing for many things, but it's also amazing to change a gel polish color to a color you can make sweated look with. So I'm not sure I have enough here. Dus the trick is gemstone gel, want daarmee kun je de viscositeit van je gel polish verdikken waardoor je dus het sweater effect krijgt. Dus gemstone gel is een wat dikkere gel. Ja, en, en natuurlijk moet je de balans vinden, you have to find the right consistency. I, it's, it's about 50-50. Yeah, it is. Um, and um, the best about gemstone gel is that it's not making the color transparent Ta transparent. It's, uh, the color will stay there and also the opaque will also be there. I'll just take a little more. Oké. Okay. And then I will mix it. Ja, er wordt al in de vragen, in de in jullie uh, comments wordt er al gevraagd of er dit keer met het event... ...ook een avondprogramma komt. Nou, dat is nog een beetje een verrassing wat het avondprogramma is... ...maar ik ga je alvast verklappen dat het een hele leuke, gezellige... ...maar vooral hele grappige en komische avond gaat worden. We hebben een heel bijzonder programma in petto. Maar ik ben het nog aan het uitwerken. Zodra ik het helemaal rond heb, dan ga ik het aan jullie presenteren. Maar ja, zeker, er is een avondprogramma. Want ja, het event moeten we natuurlijk ieder moment dat we samen zijn vieren... ...dat het zo ontzettend leuk is om daar te zijn. En ons vak natuurlijk helemaal... Te gek vinden. Dus daarover binnenkort meer. Aanstaande woensdag ga ik ook al wat vertellen over het event. Dus kijk ook woensdag naar Nail Talk Live. Zorg ervoor dat je erbij bent. Um, Angelique vraagt. Dus je kunt eigenlijk van elke gel polish een soort paintgel maken. Nou, Angelique, dit is niet zozeer een paintgel als, als wel een wat lobbigere, wat dikkere substantie. Wat meer volume. Paintgel is juist wat dunner, waardoor het makkelijker te painten is. Het is wat meer een. Volumeuze volumieuze gel. Maar we gaan kijken. Henriette, I see that you're ready. Ja, yeah, I'm ready. En I just want to show you here I have some gel polish mixed with the gemstone, En here I have the pu pure uh, gel polish. Ja. En nu kan je if I do like this. This, was, this is running, yeah. and this is staying in place. Ja, hier zien jullie heel goed het verschil in volume. Rechts is gemengd met Gemstone Gel. Links is de pure gel polish. Die loopt maar de gemstone gel-menging blijft gewoon liggen. En dan kun je heel mooi ton-sur-ton-effecten maken. I'm so curious. And I already have the question, can you also do this with the new blushes? But I said, hold on. Yes, hold on, because I want to show you. <coughs> okay, so I will just take a little bigger dotting tool. Yeah, I take this one. Here we have a big end. Ja. Yeah. And I will just put it in here. And then I will start just have a dot there I think it's easier if you take the palette to the side and then I you will. can sit in the middle yep. thank you You're welcome And then I will put a dot here A manifique oh. is asking uh, the Gemson gel doesn't that have a sticky layer It has but when you put on the acrylic powder the sticky layer will remove Oké, okay. nou, dat is heel goed opgemerkt van jou, uh, Esther. Je hebt inderdaad, de gemstone gel heeft een heel klein beetje plaklaag, maar als je de acrylpoeder erop doet, lost het dat als het ware op. Dus dan heb je daar geen last van. Het is ook een mat product, in tegenstelling tot een glanzend product. Dus je krijgt ook heel mooi dat mat effect. Dus die stippen zo naast elkaar, de dotski's next to each other ski. Ja. <coughs> yeah. Ja, yeah. easy I peasy like lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy and it's dotsky. I like it. Oké, okay, so now nu heb ik zes dots hier. Het it lijkt looks op like een Lego ding. Uh, yeah. Well, dat yeah, <laughs> is heel Ja. Ja, het lijkt een beetje op een Lego blokje. Uh, ze zitten dus naast elkaar. Maar nu. Ja. Yeah. So here I just take my brush and I just drag it into the middle and I just. So you pull it to the middle. Ja. Yeah. Henriette trekt het naar het midden toe. En Ka Karin is als can you also mix it with clear acrylic powder? Nou Karin, I would not mix it, pre-mix it, because uh, ik zou het niet van tevoren mengen, acrylpoeder door gel, want dan kan het gaan uitharden. It can cure when you pre-mix it. Yeah. When you put it on the nail, als je het op de nagel doet, dan wordt het één geheel. Dat wordt het natuurlijk ook okay, wel eens het uitharden, Maar je wilt het niet van tevoren al uitharden. Oké, dus so, you're pulling it towards each other. The yeah. Lego becomes more raindrops. Ja. Yeah. I was searching for the word. Ja. Yeah. And I just need. Can you see here? The top is a little higher here and here and here, but not yeah. there. Dus So I'll just put a little more in there. Oké, okay, dus als je goed kijkt, zie je dat die uh, rechts ietsjes hoger is dan links. Dus dat corrigeert Henriette met een heel klein beetje product. Het is natuurlijk nog nat. Het is nog niet uitgehard, want er moet natuurlijk straks acrylpoeder worden gestrooid. En dat is bij het eerste design. Dus let erop dat je dat niet doet. Ja, nu hebben we het hier. En ik I always do it like this. So now it's time to do the acrylic powder again. En het is gewoon omdat ik bang ben dat ik het design So heb. Dus ik neem de acrylpouder. Ja. Yeah. En dan sprinkel ik het over. En dit is weer de clear powder. Dit is weer de clear powder. Oké, okay, dus Henriette gebruikt nu wederom de cl Precise Clear Powder, de transparante acrylpoeder. En je ziet het, ze, ze brengt dat royaal aan boven de pot, zodat de gel de tijd heeft om het te absorberen. Doe dat niet te snel, want dan gaat hij dus glanzen en is hij niet mat straks. Maar gewoon geef het even de tijd. Let it absorb, let it absorb, let it absorb. <laughs> and sometimes it's actually okay just to let it be here. And just let it absorb in a, uh, even more. I was starting to talk Danish. Huh? <laughs> ja, dit is echt de, Dus het is ook soms heel goed om het gewoon even met rust te laten. Voordat je de lamp ingaat, om het de kans te geven goed te absorberen. Dus laat het gewoon eventjes gaan. En Henriette heeft al uitgelegd: je gebruikt de kleerpowder om ervoor te zorgen dat je kleur van je gel dezelfde kleur blijft. Als je dit dus met een witte poeder doet of met een gekleurde poeder, dan verander je de kleur van het element. En dan is het dus niet meer het, dit effect. Kan wel, krijg je ander effect. Ja, en nu I take my fluffy brush just to remove. Everything. And I just thought that maybe I should try, so we could see how this color will affect with the white uh, acrylic powder. So I will make some lines out here. Yeah. Ja. And then I will put on the white acrylic powder to see if the color changes. Oké, okay, dus Henriette gaat juist nu aan de zijkant de lijnen maken die ze wel met de witte acrylpoeder gaat. Uh, Sprenkelen, besprenkelen, zodat we kunnen zien of de kleur verandert en wat er dan met de kleur gebeurt. Dus dan komen we weer terug bij het begin van deze e-workshop vandaag. Heb je nou geen acrylpoeder in huis en denk je bij jezelf: ik zou het leuk vinden om zo'n design te maken? Vergeet niet dat je tot 12 uur vanavond natuurlijk nog kunt bestellen met korting in de webshop. 25% korting op gel polish, 15% op het hele assortiment en 10% op uh, de elektrische apparatuur. Dus als je denkt, ik wil dit soort dingen gaan maken, nou, dan is nu het moment om je slag te slaan. You are already making the line, Henriette? Yeah, I'm already making the line, as I did in the other design. Oh, Han. Han is asking, didn't, don't you have to cure this? Or, uh, Han, hij is al uitgehaard. Uh, Henriette already cured the yeah. middle part of the design. Ja. Yeah. Dus nu de zijkanten. En de zijkanten gaan we dus naar het andere effect. Laten we gaan kijken wat het verschil is. Let's have a look at what the difference is. Yeah. And I haven't tried it with uh, white acrylic powder, so it's going to be exciting to see if this color will change. Ja, yeah. dus hoe gaat deze work. kleur veranderen? So now we are in an experiment. Yeah, perhaps a little bit towards the center. Whoop. Just There. for this step. Yeah. Yeah. So this is white acrylic powder. I can already see that the color has changed. Oké, okay, your eyes are very, well, you're close to it. Ja, yeah, I'm close to it. Henriette ziet al dat er een, een variatie in kleur is ontstaan. Ja, dus wij zijn ook wel benieuwd. Hij moet even uitharden, want anders, als je nu natuurlijk met je fluffy brush het restant gaat wegvegen, dan veegt hij uit, dus daar moet je voorzichtig mee zijn. En um, even kijken. Gemma, jij zegt heel leuk om met acryl en met gel polish echt mee te spelen. Ja, dat is zeker heel erg leuk, want er zijn eindeloze mogelijkheden. En ik weet zeker dat jullie die thuis aan het kijken zijn de creativiteit hebben om die mogelijkheden te benutten. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal wordt gemaakt. Um, 30 seconden, hè? 30 yeah. seconden uitharden. Ja. Yeah. Oké, okay. let's And have I a look. And I just need to say, I have also made some designs where you can use the colored acrylic. Uh, Magnetic have some small boxes with 12 uh, colored acrylic powder. And I really love to use them. You just need to use a lot more over sprinkle to make it stick in. Oké, okay, dus als je gekleurde acryl gebruikt, moet je meer, meer strooien. En dan kun je alle proformulaire collecties daarvoor gebruiken. Ook een hele goede tip. Super, let's go. So now we will see if the color has changed. Are you ready? Yeah. Ja. Yeah, you can see here. Yeah, it's a totally different effect. It's a totally different effect. Yeah, so lucky me, I have the end result because I. Uh, mm, uh, this color is too light. Ja, Henriette vindt deze kleur te licht. Gelukkig heeft ze natuurlijk het eindresultaat voor jullie. Maar nu hebben jullie wel gezien wat de twee effecten zijn. En dat is natuurlijk wel superhandig. Cora, jij zegt idee. Als je niet meer met acryl werkt, net als Cora, dan zijn er ook samplepotjes acryl. Ja, zeker zijn die er. Maar zo'n grote pot acryl is ook niet vreselijk duur. En dan doe je natuurlijk heel erg lang mee. Is wel makkelijker voor het opvangen. Even kijken. En uh, Lakje Nagel, Linda, jij vraagt: uh, willen wij step by steps hebben van alle 15 tips of van één tip per set? Nou, Linda, één tip per set is voldoende. Let's go to you, Henriette. Ja. Yeah. Ja. Yeah. I'm ready. So now we will just make. Oh, I have something here. That's not good. We will make a white line, but we are using line at your white. ...mixed with cerisa Sweeties. And it's because we are over the topcoat. There will be no more topcoats. Yeah. So we need to remove the sticky layer in this part. And therefore I'm using liner gel mixed with cerisa Sweeties. Oké, okay, dus nu gebruikt Henriette weer de liner gel gemengd met cerisa Sweeties. En dat doet ze omdat er geen topcoat meer overheen komt. Dus en dan is het alleen maar het plaklaag verwijderen van deze mix... Oh, no, you, sorry, I made a mistake. You don't have to remove the sticky layer. No. Want er is helemaal geen plaklaag, natuurlijk. Als je Sierza Sweeties mengt met liner gel in de door jou gekozen verhouding, dan heb je geen last meer van die plaklaag. Dan is het eigenlijk gewoon daarna klaar. Dus nou ja, zo zie je maar. Je kunt echt magie maken met Magnetic. Moet je wel al die producten natuurlijk op de juiste manier gebruiken. Dat is het leuke van Henriette. iedere keer weer een ontdekking. But you have so many opportunities with Magnetic. It's an endless world of opportunities, and that's why I really like magnetic because you can combine uh, products all the time. So I will just cure this line. Yeah. Yeah. And then we will make a little snowflake, star, whatever you want to call it. You can use it for autumn, but you can also use it for winter and Christmas. Ja, dus echte herfst winterse designs. We gaan dus nu een sneeuwster schittering maken, en zo kun je hem doortrekken door het hele seizoen heen, of door de seizoenen heen. Ja, yeah. and now we're we show it. I am using a dotting tool again. Dotting tool is something you need to have and not much to have. Dotting tool is very important. So I will just put a dot right there. Ja. And then I will put a dot there, and there, there, and there. Yeah? Okay. Four dots. Yeah. Uh, five dots. Uh, yeah, five <coughs> dots yeah, if so you have the middle. Yeah, yeah, yeah it's yeah. okay. Then you take your brush and you go down to the middle. But you cannot go this way uh, for now because we need the small part in the middle. a very thin line En it needs to look like that you are dragging it down like this then we are taking here and here all four places ja cool is mooi hè zo heb je met super eenvoudig met een paar handelingen heb je al een prachtige ster staan op je nagel Then you take your dotting tool again. Then dus opnieuw de dotting tool. Place small dots. Two places. But you need to be careful because if you make them too big. Ja. Yeah. There is no space for them. You can see if I make them bigger, it's not possible to place them there. Ja, yeah, dus kleine additionele of extra stipjes. Twee per kant. En die... Oh, you're pulling it towards the center. And then I make it a little round. Nou ja, prachtig. Beautiful. Just like this. And when you do it with a dotting tool, it's super easy. Well, it looks easy. Yeah, and it is, but it looks like a million when we are done, I think. Uh, I agree. Then I take this... Ah. and natuurlijk niet uitgehard tussendoor didn't cure it in between no you can cure in between when you have made the lines <laughs> but for me i have uh, done it that much time so i know what to do but if you are unsecure, you can cure in between just like this now cool. you have a star or a snowflake or what you ever want to call it then you cure Yes. For minuut, and a half minutes, I think. But because we are making the design, it's yeah. okay only to do it for 30 seconds. And then when you are done, you fully cure because then you are sure that there are no zijn. Dus uh, natuurlijk nu kunnen we het wel even 30 seconden uitharden en dan aan het eind om te zorgen dat er geen plaklaag meer is en dat alles goed is uitgehard. dan nog een keertje anderhalve minuut. Maar dan zorgt ervoor dat het voor nu wat sneller gaat. And now I'm actually having the design ready for you guys, so you oh can see my a combination God. here. Beautiful. And I have made the stars here like I did with the big one. It's just a dot, and then you take your pencil and put it four ways, and yeah. And this was the still the blush, bl blush brush. Yeah, it's the. I'm almost tripping over the words. Yeah. It's still the blush brush. Ach, th 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 let's take the side view. And yeah, because I love because then you have a little bit of the shadow. Yeah, and then you can see the structure. So, are you ready? Yeah. Three, two, one. Screenshot. <laughs> Beautiful. Yeah, so this is uh a very nice design, and I think it could be very cool on nails on a customer. May is saying in the c in the comments she's watching and she says this is really gorgeous oh with a little so rose sweet. with it. Yeah, it is really, but it's it is gorgeous. Yeah, it is. I really love it, and it's uh, endless opportunities of ideas. And actually, when we are talking about ideas, uh, before I came here, the night before I was traveling here um i was dreaming about a uh, sweater look and blushes and uh, don't ask me why but um then i came up on why can't we maybe use blush for sweater look and then i said in the morning and make some designs and you can make blush so you can use the neon blush you can use the pastel blush you can use the new colors and you can also use the normal colors. Okay, this is almost mind boggling. Je kunt dus ook de blusjes gebruiken om dit te doen. En Henriette gaat dat zo direct laten zien. Die nieuwe blusjes, de neon blusjes, alle blusjes. Want die hebben natuurlijk de, die hebben het volume, die, die dikte die nodig is om dit soort designs te maken. Briljant idee. Ze, ze, ze heeft erover, het kwam in een droom en ze gaat het straks aan ons laten zien. Maar eerst, wat is het huiswerk dat jullie moeten maken om mee te kunnen doen aan deze e-workshop? Nou, dat is maak drie setjes van vijf tips of vijf nagels. Drie setjes van vijf tips waarin je sweater-weather designs hebt toegepast, maar dat hoeft niet op alle vijf. Dat kan een compositie zijn van bijvoorbeeld twee sweater-weather nagels, en dan drie niet. Bijvoorbeeld, dat is dan wat simpeler, maar in ieder geval drie setjes van vijf nagels. Daar heb je twee weken de tijd voor. Dat wil zeggen tot en met 2 oktober 11 uur ochtends. Stuur je, je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Sweater Weather. Zijn er verbeterpunten? Wordt er natuurlijk contact met je opgenomen door Jessica? En vergeet ook niet step-by-step -step foto's te maken en die in te sturen, maar doe dat maar van één nagel per setje. Dus dat zijn dan drie nagels waar je die step-by-step -step foto's van moet maken. Ja, schande. Door schade en schande zijn we wijs geworden. Dat moet, want daarmee laat jij zien dat jij het hebt gemaakt. Heb je dat dan gedaan, krijg je natuurlijk weer het, het prachtige e certificaat van deze workshop van Henriette. Maar je maakt ook kans op deze geweldige prijs: 4 Mystical Shimmer Top Gels: white is white top, gel, uh, white is white top gel, White is white Gel Polish. En de stempelplaat pied de poel. Maar we gaan hier ten eerste nog een hele bijzondere überraschung aan toevoegen. Daar komt er een hele leuke verrassing bij. Gewoon iets leuks, gewoon een klein hebben dingetje. En wat leuk is om te weten, aan het eind van deze show laat Henriette zien wat je met deze producten die je kunt winnen kunt maken. En dat is natuurlijk helemaal erg leuk. Volgende week hebben we weer een andere e-workshop op maandag. En dan zijn mijn gasten Michelle en Aletta. Maar ook Chiriel komt langs, want dan gaan we het hebben over wedstrijden. Ik ga jullie meenemen door de hele periode eh, over dat mede wedstrijden sponsorde. Vervolgens Ingeborg die. Kampioenen werd bij de Benelux-kampioenschappen en ook bij NILPO-kampioenschappen. Hoe, hoe dat allemaal ging in het begin. Vervolgens hoe, die, hoe je als jurylid kijkt naar wedstrijdnagels. En eigenlijk ook hoe jij moet kijken naar de nagels die jij maakt in de salon. Wat je voor een mindset moet hebben om mee te doen met wedstrijden. Wat het doel en het nut is van het meedoen aan wedstrijden, dat is niet alleen een perfecte nagel maken. Maar ook marketing, kwaliteit in je salon. Dat hele plaatje gaan we met Michelle en Alette, die natuurlijk regelmatig meedoen aan wedstrijden, bespreken. En we gaan het hebben over het nieuw te formeren Magnetic Wedstrijd team. Alles daarover volgende week. Vanavond hebben we nog tot 12 uur kortingen. En die kortingen zijn natuurlijk nu online, want de winkel is gesloten. Maar tot vanavond 12 uur kun jij met korting shoppen. Dus stel je voor, je wil dat blushpenseel hebben, wat Henriette de hele avond heeft gebruikt. Of je wil bijvoorbeeld die nieuwe blushjes hebben, of de blushjes hebben om dat andere sweaterdesign te maken, wat zo direct langskomt. Al die dingen, of je zit nu op de bank en je denkt bij jezelf: nou, ik moet toch nog kollepops hebben. Of ik wil misschien toch wel misschien uh, competition forms, want dat is misschien handig voor volgende week. Nou, je kunt nu nog shoppen. 25% korting op de gel polish, 15% korting op het hele assortiment en 10% korting op Elektra. Tot 12 uur vanavond. Alle karren zijn vandaag al weggegaan met de post, maar er staan karren klaar voor morgen. Dus wij zorgen er dan voor dat jullie bestellingen nog morgen de deur uitgaan. Dat gezegd hebbende, wil ik jullie nogmaals bedanken voor een prachtig weekend. Een gezellig weekend, een leuk weekend. Ik heb zoveel van jullie gesproken, weer eens gezien, kort gesproken, lang gesproken. Ik heb gezien hoe jullie hebben genoten van de demos van Syriza, maar ook bij Aletta en ook de workshops boven. Het was echt een. Nou. Magisch Magnetic Weekend. Niet alleen in Soesterberg, ook in Weert en Kaatsheuvel. En namens ons allemaal enorm bedankt. daarvoor. Samen doen we dit natuurlijk. Hè? Want nummer 1, word je niet alleen, Daar, dat doen we met z'n allen. En dat was afgelopen weekend wel echt ook te voelen en te merken. Zo so direct heb ik voor jullie de winnaars van de Bia Blush Babe Challenge van Silvana en Louelle. Maar voordat we naar de winnaars gaan, gaan we eerst beginnen met het design. We're going to start the design by our other blush babe. Or magnetic babe, or insta babe, or babe. <laughs> Henriette! <laughs> okay, thank you. <laughs> it's so sweet of you, Bupine. I have made a tip uh, ready and I have used uh, pastel, bubbly, and then I have put over supreme finish over. So it's fully cured. Everything is good. Now we are heading over to the sweater look. But I just wanna show you. How we can make some easy Mickey Mouse sweater look, and to do that, I sometimes uh, uh, you need to be creative. Also, what you with what you have to make it more easy, and I sometimes I just needed a bigger dotting tool and more flat. So, I made my very own dotting tool of a color pop. Old colour pop here, and then I took the end here, and then I took a file and I just did like this. So then it's flat. Can you see it here? Yeah. So now I have a bigger dotting tool. It's easy. An old magnetic colour prop using I used them for air nails back in time. So yeah. Then you have an colour pop. So then you take your tip here I yeah. take my homemade color uh, dotting tool and then I'm using the new blush the Bougainville the yeah they are so pretty and I really love these colors they are so intense and so nice so I just take something up on my color pop. En dan zet ik een groot doek hier. O, je kunt het niet zien. Misschien kun je je haar naar de zijkant brengen, want dan kunnen we ook de Dank doen. Ja, ik doe het hier. Het gekke met deze kleur is, op onder het licht zie je een soort blauwe glansje erin, Ja. onder het licht zie je een blauw glans, maar het is niet. Het het is zo Ja, maar ik beloof je, het is er niet. Then I take a little smaller but the biggest dotting tool here, and then I put it in here. <coughs> and now I just make the ears. So it's just dots. And then we have a little Mickey. So cute. And now I just take my clear acrylic powder over. And I don't know why I haven't thought about using blush for sweater look because the consistency of this is absolutely perfect. And then we don't have to mix our own. And we have so many colors with the blush, so it's also. Amazing here. Ja, het geeft gewoon de blushjes weer een nieuwe mogelijkheid. <coughs> it gives the uh, blushes a an yet another possible use. Ja, yeah, it does. And I really love how many opportunities we have. Of course, we have more colors of opp opportunities with gel polish. So therefore gemstone gel is very good for that, but if you also have blush, it's so damn awesome. Ja. Met die blushes kun je dit dus allemaal maken. It is just, it, ik, ik ja. Maar dat krijg je dus zo so de ton-sur-ton effect, de color-on-color effect is also very cool with the traditional blushes. Ja, yeah, it is, and I really love it. So you can also use the traditional colors and the more uh, skin tone colors. Everything is possible. And a question: C Is this also possible, for instance, with the rubber base? Linda is asking. Yeah, but why not? Yeah. I've not? not tried it, but why not? But then you don't have the color opportunities. Then you only have um, uh, the pink and the white and the clear. So yeah, but why not? And Wendy Dropper says, wouldn't this be cool with the glitter blushes? would it be great with the glitter blushes? I think so too. But uh, when you put acrylic powder, over, I'm not sure you're gonna see the glitter. And Maggie says, so yes, of course, the blush is thicker than the gel polish, but I never thought of it. But you are just amazing, Henriette. Oh, so sweet of you. That, um, that makes my day. And now I will just make a Mickey more, one more. And then we are soon done. Yeah, oh. ja, this is, dit is toch super fun and fast. This is so fast. Bam, bam, bam. Ja, yeah, and it's only with dotting. And I really love when Nela looks like a million. But it's super easy to work with. Ja? Yeah? Ja. Yeah. So I will Ach, put on... I, I'm just enjoying. I'm, ik, ik, ik ben gewoon helemaal... I'm just loving it. Zoals Cindy dat eerder al zei. Ja, en wie houdt er nou niet van? Mickey werd ook al gezegd in de comments. Ja, dit is altijd goed. Ik bedoel... We zijn toch allemaal opge opgegroeid met, nou ja, in ieder geval een deel van ons met de Duck en ook met Mickey Mouse. Uh, even kijken, het gaat even over de naam Bougainville. Het is een lastige naam, difficult name, maar het is gewoon een bloem, een mediterraneese bloem die prachtig roze is en die kleur is echt identiek aan deze blush. En het is ook een bloem die bijvoorbeeld mee heel erg mooi vindt, die heeft ook veel in de tuin staan. Daardoor ben ik het ook heel erg mooi gaan vinden. En ja, daardoor sprak hij zo ontzettend tot de verbeelding. Maar je kunt hem ook gewoon een je eigen naam geven, namelijk gewoon Beeldschoon. Blush, beeldschoon. Beautiful, Blush. En I also need to say that you can also do the Mickey only on a gel poly's en then put over a topcoat. It is also super cute. Mickey is cute. I like Mickey. Uh, Tessa is saying thanks to all your tips about the dotting tool. She also bought the set and she's totally happy with it. Yeah. You cannot live without a dotting tool. When you are a nail technician, you need to have a dotting tool and you need to have more sizes. Yeah, uh, uh, the dotting tool is echt a must-have. Lidi Adding says, "Oh, I love Mickey in November. I go to Disneyland for the first time in my life. It's one of my bucket list things." Now, Lidi, enjoy. And you. Pl and she needs to make some Mickey nails. <laughs> yeah, well, I'm sure lily will <laughs> also make uh, Mickey nails. <laughs> um, are you almost ready? Yeah, I'm almost ready. Shall we first go to the winners of two weeks yeah, ago? Yeah, let us do that. Oké. Okay. Mm -hmm. um, ja, want natuurlijk twee weken geleden hadden we de blush babes hier te gast. En dat was natuurlijk een superleuke show, want Novelle was hier en Sylvana En je ziet het, ik word er helemaal energiek van. Ook omdat je natuurlijk die nieuwe blushes kon winnen. Nou, en die blush babe, wat was nou de challenge? De huiswerkopdracht was een blushbehandeling waarbij je een correctie uitgevoerd, uh, uitvoert. Zorg dat er vooraf, tijdens en na de correctie is gefotografeerd, zodat deze duidelijk is. Dus... Ik heb hier de feedback. We beginnen met het eerst, de eerste winnares. En wat wordt er over deze inzending gezegd? Een heel mooi eindresultaat waarbij de nagels echt mooi square zijn. Ook een strakke en dunne C-curve is zichtbaar op de foto. De foto van het eindresultaat is erg classy. Net als de gekozen blush kleur. En dat wordt gezegd over deze inzending van Angelique Klopman. Van harte gefeliciteerd. Daar inderdaad, prachtig, superdun. Glasachtig, prachtige glans. Mooie dunne C-curve. Super mooie, prachtige foto. Super geweldig gefeliciteerd, Angelique. De volgende winnares. En ik heb het er net al ergens voorbij zien komen. Daarover wordt gezegd. Puntje, puntje, puntje. Wat heb je de correctie goed uitgevoerd? En een mooi gelijk eindresultaat. Ook een toffe art erop en een prachtige foto. Gefeliciteerd, Wendy Droppert. Dan, 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 van harte gefeliciteerd met jouw inzending en deze prachtige nagels. Mooie art en prachtige foto. Supergoed gedaan. Gefeliciteerd. I dan, really love it. Ja, ja, It's I, so beautiful. I love it as well. Totally stunning. Ja, yeah. Yeah. very much. Oké, okay, dat is dus een extra griffel bij die prijs. Hè? Ik ben het helemaal ermee eens. Oké, okay, de feedback voor deze um, winner, I have to do in English, was told to me: this correction is beautifully visibly visible. There is an extension with blush and the nail has a beautiful almond shape. This in combination with the French is a sure winner. Dus deze correctie is goed zichtbaar. Er is een verlenging met blush gemaakt... waardoor de nagel een mooie almond shape heeft gekregen. Dit in combinatie met een fringe is een zeker een prijs waard. En dat wordt gezegd over de inzending van Soraya Fernandes. Gefeliciteerd. Congratulations. Uh, beautiful. Prachtig. Ik raak helemaal de kluts uit. Prachtig gedaan. Gefeliciteerd met jouw prachtige inzending. Heel erg mooi gedaan. Love it, love it, love it. In combination with the glitter. Super. Dus drie winnaressen, super goed gedaan. Heel erg bedankt voor het mee hebben gedaan, allemaal. Er waren veel inzendingen, Jessica was er erg druk mee. Ook natuurlijk Louelle en Sylvana. Maar wat hebben jullie nou gewonnen? Deze vier prachtige, must-have, onmisbare kleuren. Blush by Magnetic, de Plum Blossom, de Dahlia, de Rose en de bougainville. Vier prachtige kleuren die jij natuurlijk kunt gebruiken in blush, maar ook voor alle sweater-weather designs, zoals Henriette deze heeft laten zien. Wil jij deze kleuren nou ook nog hebben? Dan kan dat natuurlijk. We hebben ze dit weekend gelanceerd. Dus super mooi, super prachtig. Ik ben totally in love met deze kleuren. En de workability is verrukkelijk. Nou, in ieder geval, nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie inzendingen en natuurlijk met de winnaressen. En laten we teruggaan. Let's go back to Henriette. Yeah, so I have just made the design finished with a small dots all over the design. And now I'm just putting it on. So now you can see three designs made with blush. Oh, beautiful. And this one could be very nice for Christmas. Yeah. And there I have used Dahlia. Dahlia. And then I also have used Rosé. As the Mickey, so it will pop a little more in the color. But this combination is the same as this. And it's actually a little bit fun that the light is making it a little bit blue, but it's not. It's totally pink. <laughs> yeah. And I really love it. Yeah, I love it as well. Yeah. Shall we do the screenshot on, yeah. on the side view? We can do that. Okay. Now, there we go. Three, two, two one. one. Screenshot! Prachtig, beautiful, Henriette. Yeah, beautiful. And then I have a lot of design I wanna show you in one, so you can see what you can do else. I will just place them here. Do you want me to zoom out a little bit? Do you want to put it in one collage? Yeah, I think so. Okay. Just have to connect. Yes, and of course I will go the wrong. It is not to geloven. Echt, mens, I do it altijd verkeerd. So can we just move it a little bit? Ah, yes. So here you can see, and for those of you who have asked, here I used the mermaid multiglitter in this design. Cool. And I also used it in this one. Can you see it sparkling? Yeah, yeah, absolutely. Yeah. So here is some design. And as I talked about, Pepine, the prize you are gonna win today is matched up with some design I also prepared for today. And this is the design. Here I have made the stamping, I used the stamping plate you can win. And I also used the mystical shimmer top coat, and then I also used the new Posh and Pretty collection. And do you know what? This collection is super easy to make ombre with. They, uh, you don't have to work. It's just the color is just matching, so it's super easy to make the ombre. So you can see, I have made the ombre. Okay, this is just a basis from Posh and Pretty. The toevallig ook super makkelijk is om daar een ombre mee te maken, zegt Henriette zojuist. Gecombineerd met de Mystical Shimmer Top Gel, die je dus kunt winnen. De Pierre de Poul Stempelplaat, die je dus kunt winnen. En de gel polish White is White. Dus met de, het pakket kun je dit design um, prachtig maken. Let's first do a screenshot of all eight. Ja. Yeah. En then perhaps of the design that you can make with the. Uh, to the prize that we can win. Ja. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Nou, drie, twee, A screenshot! And then the one that we can make yep. specifically with the, the prize that we can win, I will zoom in as much as I can. Is it sharp? Yes. So sure, oh, I, I first have to come to you to make it a little bit darker yep. because it's too light, it's too much reflecting. But I really love the idea that you also can make a very fast sweater look design. only with stamping Ja, yeah, it's it's beautiful. En also the checkerboard is very popular still. Ja, yeah, it is. It's very popular, but it can also be very difficult to make in hand, to make it het yeah. in line and correctly. So it's much more easy to use the stamping plate. Het het geruite design is verschrikkelijk lastig om dat op de hand met de hand te maken. Met een stempelplaat is dat zoveel makkelijker. En dat zie je dus hier, een super snel mooi design. Nou, shall we go? 3 2 1. Screenshot. Screenshot! Mm. Beautiful, beautiful. Yeah. And I just want to sh show you a close-up here. It's more easy for you to see the glitter in this one. Yeah, now And we see the uh, mermaid glitter spray. Ja. Yeah. So, that was it for today, Papine. Well, it's super. Yeah. I will go through the homework one more time. Yeah. And then I'll come back to you. Dus wil jij deze keer meedoen, maak dan drie setjes van vijf tips waar je het sweater effect op gebruikt. Dat hoeft niet op alle vijf, dat kan op één of twee, het is een compositie die je moet maken. Drie composities van vijf tips die jij meteen kunt displayen voor jouw klanten om te laten zien wat voor een prachtige nail art jij kunt aanbieden, passend bij de herfst- en wintermaanden. Want laten we eerlijk zijn, we hebben toch nu allemaal wel behoefte aan een beetje een warme sweater, een warme trui om ons in te verstoppen. Denk terug aan de avonden dat je oma zat te breien en dat vertaalt zich naar deze designs. Je hebt daar twee weken de tijd voor, tot en met 2 oktober. En stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album Sweather Weather. Zijn er verbeterpunten? Wordt er contact met je opgenomen door Jessica? En maak per setje van één nagel een step-by-step -step foto, zodat we zeker weten dat jij degene bent die dit hebt gemaakt. Doe je dat, krijg je natuurlijk het e-certificaat, zodat jij kunt laten zien aan jouw klanten dat jij weer aan een e-workshop van Neil Talk Live hebt deelgenomen. Maar je maakt ook kans op de producten die je nodig hebt om dat prachtige design van zojuist te maken: de vier verschillende Mystical Shimmer Top Gels, White as White Gel Polish, de Pied de Pool Stempelplaat en we doen daar nog een hele leuke bijzondere verrassing bij. Maar daarover vertel ik meer. Tegen de tijd dat ik de winnaressen bekend ga maken. Nou, Henriette, it was again a totally inspirational and creative workshop. Thank you, and also thank you for doing this in this uh, very hectic schedule of the trainings and the uh, international shows. It's me that thank you, you guys, and thank you, you, Papine, for letting me be here. I'm very pleased and I'm very happy, and I really love to be here. Everyone is so nice to me and I have a fun time here. Uh, I really hope to see a lot of cool designs from you guys with the sweater look and I'm looking forward to see everyone. Dat kan ik niet beter zeggen. Ik wil nog een keertje onze our van vanavond feliciteren Angelique Wendy en Soraya, super goed gedaan met jullie prachtige inzendingen. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet, heb jij nou nog magnetic producten nodig? Ben je misschien het kortingsweekend vergeten? Tot 12 uur vanavond, dat wil dus zeggen nog 2 uur en 34 minuten, kun jij gebruik maken van de kortingen. 25% op de hele gel polish collectie, 15% op het assortiment, 20% op Powergel en 10% op Electra. Misschien denken, dat heeft hij nu wel een aantal keer gezegd. Ja, dat komt omdat er altijd mensen zijn die toch nog op het laatste moment denken. Hey, wat heb ik nog nodig? Nou, dan kun je nog nu je slag slaan. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken, maar ook voor het geweldige afgelopen weekend. Uh, nummer één word je nooit alleen is de lijfspreuk van mee, en dat hebben we dit weekend met z'n allen bewezen. Superleuke gesprekken, interessante gesprekken met mensen, veel inspiratie. Jullie vragen zo goed mogelijk beantwoord. Is er ooit iets waarmee ik je kan helpen? Schroom niet mijn persoonlijk berichtje te sturen. En ik doe mijn uiterste best. Gillian, bedankt achter de schermen. Henriette bedankt voor being here en voor being you, en jij bedankt voor het kijken. Schroomt mij te zeggen nog één ding, voordat we naar de neonblusjes gaan. Kijk woensdag ook, want woensdag gaat het natuurlijk. Is er ook weer Neil Talk Live hè, om 8 uur s avonds in de groep. En als jij het het programma boekje het programmaboekje nog moet hebben, stuur mij een persoonlijk berichtje, want daar kun je precies alles in terugvinden. Onder andere dat het aanstaande woensdag gaat over stempelen voor iedereen. Dus ik gebruik dat boekje. Het is echt mijn lijst, het ligt altijd naast me. Heel erg bedankt voor vanavond. En tot snel tot Neel Talk Live.